Amsterdams Lyceum, het oudste lyceum van Nederland, vierde in 1967 zijn 10e lustrum. Het gaat om meer dan een gewone middelbare school. Het is een begrip, een instituut inmiddels voor tal van generaties geboren en getogen Amsterdammers. Het stond ook bekend als de School van Gunning, naar de oprichter en eerste rector Dr. C.P. Gunning. In 1967 zat ik in de derde klas en ik stortte mij vol enthousiasme in de festiviteiten. Bijvoorbeeld als lid van de redactie van het lustrumnummer van het schoolblad, onder leiding van de latere minister Ernst Hirschballin. Jacqueline Kramer, die later ook minister werd, staat midden op de foto. Ik sta helemaal rechts. Ernst vroeg mij voor de tekeningen. En zo gaf ik mijn eigen visie op de verre toekomst van de school. Leerlingen komen per vliegende scooter aan en onder de poort dendert een metro. Midden jaren 60 was Amsterdam het toneel van provo's, rookbommen en witte fietsen. Onze rector in dat lustrumjaar was Dr. H.W. van Pesch, een klassicus, die met zijn imposante verschijning de leerlingen wist aan te sporen dit lustrum te maken tot een minstens even gedenkwaardige demonstratie, maar dan van het cultureel en artistiek vermogen van de school. En het waren ook bepaalde leraren. De belangrijkste bijdrage werd misschien wel geleverd door de Neerlandicus en pianist Pim Tolen, zoon van de Amsterdamse cabaretier Herman Tolen. Hij componeerde en regisseerde een complete musical. Deze werd in februari 1967 uitgevoerd bij de lustrumviering voor de leerlingen in Krasnapolski en vervolgens opnieuw voor de oud-leerlingen in het Rijcongresgebouw. Daaronder bevond zich ook de Amsterdamse burgemeester Gijs van Hal, die enkele maanden later van zijn functie werd ontheven. En ook mijn eigen moeder. Oude school, moeder van de traditie, vriend van baksteen in blijdschap en rouw. Ik denk steeds nog met vreugd aan mijn zonnige jeugd in het gebouw waar ik nou nog van hou. Het was een groots festijn. Met die musical deed ik natuurlijk mee. Een onvergetelijke opvoering voor iedereen die erbij betrokken was. De musical bevatte sketches typisch in de geest van de tijd en ook liedjes die een beeld moesten geven van de populaire nummers van de voorafgaande 50 jaar. Swanee, how I love you, how I love you, my dear old Swanee. I'd give the world to be among the folks in the Ajax, even though my mommy's waiting for me, praying for me down by the Swanee. The folks up north will see me no more, I go to the Swanee shore. Er is na het lustrum een grammofoonplaatje van gemaakt. Een trofee in mijn prijzenkast. Mijn eigen liedje, een chanson van de Franse zanger Maurice Chevalier, haalde het plaatje niet. Tolen kreeg daarvoor niet de vereiste publicatierechten. Ter genoegdoening voor mezelf sluit ik daarom met het origineel van dit liedje af. Het was mijn eigen grootste theatermoment. Hey, la fête de tout petit poton, Valentine, Valentine. Hey, la fête, un tout petit piton, que je t'attends à tâton, ton 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 tel, hey. La paix, un tout petit menton, Valentine, Valentine, outre ses petits potons, son petit piton, son petit menton, et l'été frisé comme un mouton.